Matchmaker wordt mede mogelijk gemaakt door Novelle Uitzendorganisatie. Dit is Chris van den Heuvel. Hij is 29 jaar en woont in Roosendaal. Hij is werkzaam als consulent bij een uitzendbureau. En tijdens zijn werk houdt hij ontzettend van scoren. Hij is daarom ook ambitieus en wil uiteindelijk een eigen vestiging openen. Het allerleukste van zijn werk vindt hij het contact met de kandidaten en de opdrachtgevers. Voor de functie van consulent ben je commercieel, ben je communicatief sterk, resultaatgericht en heb je scoringsdrift. Natuurlijk heb je ook een flinke dosis doorzettingsvermogen. Eens kijken of dit commerciële talent mij kan leren scoren op mijn Tilburg. Standplaats voor vandaag is Tilburg. Daar koppelt Chris talenten aan uitdagingen, oftewel werknemers aan werkgevers. Deze uitzendorganisatie begon in 2005 in Breda en is inmiddels uitgegroeid naar een echt Brabants bedrijf met een verspreidingsgebied van Bergen op Zoom tot Eindhoven. Novelle, de match is hier gemaakt vandaag. Novelle is een uitzendorganisatie. Wat voor een soort uitzendorganisatie? We zijn een personele dienstverlener en we zijn juist geen inschrijfbureau. En dat is heel belangrijk om even te melden. We zijn heel kritisch naar de mensen die we bemiddelen. En we zijn kritisch naar de bedrijven waar we mee samenwerken. En op die manier zorgen we voor de perfecte match. 7 maanden zit Chris hier al. Yes. Tevreden met Chris? Ja, absoluut. Topper. Erg blij met deze jongeman in onze club. En daarom heb je hem aan mij gekoppeld. Ja, ja, Chris is wat dat betreft al een ervaren rot in het vak. Dan ben ik erg blij dat hij daar nu bij onze club zit. En hij kan jou een heel mooi beeld geven van wat het uitzenden inhoudt. Wat gaan we doen dan? Nou, we gaan beginnen dadelijk met een intake. Er komt dadelijk iemand langs. Die is op zoek naar een baan. En wij gaan kijken waar diegene het beste zou kunnen passen. Zowel qua competenties dat iemand heeft, als gaan we kijken naar werkervaring en opleiding. Dat gaan we als eerste doen. En wat we daarna gaan doen, dat ga ik je dadelijk vertellen. Denk je dat het kan? Absoluut. Okidoki, aan de slag dan. Uitsluitend, kom maar mee. Nou Marcia, we gaan nu beginnen met taak 1. En dat is het intakegesprek. We hebben uitgenodigd Soeraima. Die komt hier zo op gesprek. Denk er in ieder geval aan wat ik heb gezegd in het begin. Goed veel luisteren. Vragen. En veel vragen. En veel luisteren. Ja. Oké. CV heb ik gelezen. Mooi. Dan gaan we even op Soeraima wachten. Lijkt me een goed plan. Wat doe jij dan altijd in de tussentijd als je op iemand wacht? Koffie halen. Ik lust wel wat. Ik ga. Hallo, Marcia de Roy. Hallo. Ga lekker zitten. Dank je. Nou, allereerst welkom. Welkom bij Novelle. Ik wil eigenlijk even vragen, wat voor soort werk ben je naar op zoek? Nou, administratief werk. Administratief werk. En wat voor opleiding heb jij genoten? Ik heb secretaresseopleiding gedaan en assistentmanager. Was het heel complex, agendabeheer? Omdat je nou met zoveel mensen bezig bent, ja, best wel. En dan moet je dan combineren met andere afdelingen. Eerst begonnen met de MAVO. Ja. Nou, daarvoor heb je een diploma gehaald. Doorgaan op het ROC. Uh-huh. Richting secretaresse. HBO pedagogiek. Die opleiding heb je niet afgemaakt. Klopt. Geen goede richting voor je? Ja, dat was heel leuk, maar... Het was te moeilijk te combineren met mijn zoontje, want ik heb nog een zoontje. Oké. Okay. Ja, en dat was de combinatie ging niet zo goed. En ik koos eigenlijk gewoon om dan gewoon fulltime moeder te zijn. Kijk. Dus dan ben ik een beetje gestopt. Duidelijk. Ik vind het wel belangrijker dat het een leuke functie is en dat ik misschien iets minder verdien. Dan dat het een hele goede salaris is en ja, dat de baan niet leuk is. We weten heel veel over jou. Wij gaan daarmee aan de slag. Ik ga er zo meteen al mee aan de slag. Ik wil je alvast een kaartje meegeven. Oké, dankjewel. En morgen geef ik je even een update met hoe het staat. Dat is goed. Maar ja. Ik ga zeker mijn best voor je doen. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Hey, graag gedaan. Dankjewel. Ja, daar. Doeg. Een hele fijne dag verder. Jullie ook. Dankjewel. Doeg. Nou, Marcia, wat vond je van dit gesprek?
Ik vond jou goed, omdat je zoveel wist te vragen en zo. En ook echt wel op details inging, bijvoorbeeld of ze goed Engels kon of niet. En hoe goed dan, kun je een wit gesprek. En weet je, je was daarin heel gevat. Alleen ik vond het soms moeilijk om te bedenken van hoe ver kan je iemand iets vragen. Ja. Hoe ver mag je dichtbij komen? Wat is nou te persoonlijk of niet? Ja, dat is vaak natuurlijk ook een beetje aftasten. Mm-hmm. Kijken wat een persoon wil vertellen aan je. En of je dat kan gebruiken dadelijk in je verkoopgesprek naar jouw opdrachtgever toe. Ja, dat is. Ja. Nou, dat gedeelte, eigenlijk het verkopen van deze kandidaat. We weten nu wat ze kan, wat ze wil. En nou het verkopen, dat gaan we straks in taak 2 doen. Ja. Als je op sollicitatiegesprek gaat, is het van belang dat je je kleding afstemt op het bedrijf en de functie waar je naar solliciteert. Heb je nog geen idee hoe je dat aan moet pakken, dan kun je daarvoor terecht bij de consulent op het uitzendbureau. Die helpt je graag. Mannen kunnen de beste een nette broek dragen. Dat mag ook een nette spijkerbroek zijn. En daarbij dan bijvoorbeeld een gestreken overhemd of blouse. Wat ook kan is een polo of een t-shirt met lange mouwen. En vergeet niet je schoenen te poetsen. En wat als man nou echt niet kan zijn van die shirts met van die felle kleuren of met van die gekke prints. En wat al helemaal niet kan zijn te grote colberts. En dan voor de vrouw. Een nette broek, rok of jurk. En daarbij dan bijvoorbeeld een blouse, een giletje of een trui. En wat echt niet kan is een te laag uitgesneden décolleté of te strakke kleding. Voor degene die op sollicitatiegesprek gaat, heel veel succes. Welke kant ga je altijd op? Rechts of links? Meestal rechts. To the system. Hey, maar eventjes over die baan van jou, hè? Wat maakt dat nou zo leuk? Ik denk dat het de veelzijdigheid is van de functie. Je bent met heel veel verschillende aspecten ben je bezig. Zowel van de uitzendkrachten, dus de kandidaten die je hebt, als ook de opdrachtgevers die we hebben. En je probeert daar altijd een match in te vinden, zeg maar. Maar je moet ook wel een beetje een mensenmens zijn om een beetje aan te voelen wie heb ik hier tegenover me zitten. Wat wil ik van hem of haar weten? Juist, dat is heel belangrijk. Maar je hebt ook wel een beetje het zaken. Ja, los van het pak dan heb je je babbeler ook wel, toch? Ja, maar dat hoort er wel een beetje bij. Ja, precies. Kijk, het is belangrijk dat je met heel veel mensen goed kan communiceren. Ja. En ook op verschillende niveaus. Hey, en als ambitie, heb jij ooit een eigen vestiging open? Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Want? Nee, dat stukje ondernemerschap, dat zit er ook wel heel erg in bij mij. Ook omdat, ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn vader is eigen ondernemer. Dus dat zijn wel zaken die ik wel belangrijk vind. En goed, als je je goed kan manifesteren in dit vak, dan is een eigen vestiging open. Is natuurlijk iets fantastisch om te mogen doen. Absoluut. Ambitieus. Nee, absoluut. Ja. En waar was die broodjeszaak waar jij naar alle naartoe ging? Nee, iets verderop. Okay. Nou, we hebben zojuist haar ingeschreven, maar nu is het echt zaak dat we er ook echt iets mee gaan doen. Ja. Nou, wat daar een mooie tool voor is, is dat wij opdrachtgevers gaan bellen om te vragen of zij zo'n persoon als Soraima goed bij de organisatie kunnen gebruiken. Maar, dus dan doe je dat uit je bestaande bestand eigenlijk, maar doe je als uitzendorganisatie benader je dan ook nog wel eens nieuwe partijen, ja, nieuwe werkgevers? Absoluut, absoluut. We kijken daarin heel erg breed, dus zowel naar bestaande als nog niet bestaande relaties. Ja. Voor ons ook heel belangrijk om juist die nog niet bestaande relaties aan daar contact te binden, mee te krijgen. Goed, ik ga dat gesprek dus voeren. Mijn doel is om haar daar in ieder geval op gesprek te laten komen. Juist. Eventjes een beetje een commerciële aanpak van je. Ja. Probeer haar goede eigenschappen extra te promoten. Wacht, ik ga nog eventjes dit bekijken voordat ik echt ga bellen. Want anders is is een mensenmens. Dag, je spreekt met Marcia de Roy van Novel. Ik bel je heel eventjes voor het volgende. We hebben zojuist een intakegesprek gehad hier met een werkzoekende. En die heeft mbo werk- en denkniveau en die is op zoek naar een administratieve functie. Dus eigenlijk dacht ik niet tegen jou. Dus ik dacht... Ja, maar klinkt goed. Zou je van mij een cv op kunnen sturen? Tuurlijk, zou ik dat naar jouw e-mail sturen? Ja, heel graag. Nou, heel goed. Was dit wel? Ja. Nou, we hebben het doel, we hebben het bereikt. Op dit moment kunnen we haar gaan voorstellen. Ja. Dus gaan we een e-mail maken met haar cv. En die gaan we naar haar opsturen. En wat sturen we dan in haar mail? Zo, de dag zit erop. Hoe heeft Marcia het gedaan? Nou, ik vond het helemaal absoluut niet slecht gaan. Ze stelde goede vragen.
Geeft het inzicht ook wel. En we mogen nu iemand voorstellen bij Luitgaarden. Oh, dat is goed om te horen. Ja, absoluut. En wat vind je er zelf van? Ik vond het zelf superleuk. Nog wel een beetje moeilijk om ook dan gelijk, weet je wel, een commercie te doen, weet je wel. Dat heb ik niet als achtergrond. En wel leuk om met mensen te praten die hier op gesprek komen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, eigen ervaringen. En dat je dat dan zo, nou ja, dat je gewoon eigenlijk wel een beetje social talk aan het houden bent. Om gewoon heel veel te weten te komen. Dus leuk. Nou, mooi. Oké, goed om te horen. Dus je kan deze baan wel aanbevelen als ik dat zo hoor. Ja, dat kan ik zeker. Maar de vraag is, hebben jullie nog wel mensen nodig? Nou, als je vanzelf hebt gemerkt, het commerciële gedeelte is wel voor heel veel mensen lastig. Dus we zijn wel altijd op zoek naar mensen. Maar dan wel naar degene die al ervaring hebben in de uitzendbranche. Precies. Maar hij doet het goed. Je vindt hem nog steeds blij met hem? We zijn heel erg blij met onze kids binnen de club. Ja. Nou, dit was hem weer, Matchmaker voor deze week. Luister, ik kan niet altijd alles verklappen. Gewoon volgende week weer kijken naar een nieuwe aflevering. Systeem uitschakelen. Tot volgende week. Matchmaker werd mede mogelijk gemaakt door Novella Uitzendorganisatie.